We staan op de Boshuizer Bergen bij Venray en we gaan vandaag met een helikopter 55 hectare bos steenmeel uitstrooien. Steenmeel is een gemalen rots. Het is rijk aan mineralen en dat zijn eigenlijk bouwstoffen voor de bomen, planten en het bos. Door de verzuring van de bodem en de klimaatverandering zijn eigenlijk de mineralen, de voedingsstoffen van bomen en planten uitgespoeld. Dan hopen we eigenlijk de bodem te kunnen herstellen. Na een jaar kun je eigenlijk al verschil merken in het blad. En uiteindelijk moet dit over een periode van 30 jaar gaan werken.